Alright, alright. What's up everybody? Mijn naam is Matthias de Loof en ik ben hier opnieuw met een nieuwe workout. Gewoon buiten in de open natuur. Meer heb je niet nodig, er is niets beters. Het zal wel zijn. Are you ready for the workout? We beginnen met warm-up. Dan hebben we een goede core met die abs. En op het einde hebben we nog eigenlijk gewoon die yoga stretches, die dynamic cooldown. Are you ready for this? We beginnen met 6 minuten warm-up. We hebben een vijftal bewegingen die we 2 maal gaan herhalen. Are you ready for this? De eerste beweging die we gaan doen. Die demonstreer ik al en de rest demonstreer ik terwijl we bezig zijn. Dus 3 maal boksen en dan ga je gewoon een lichte side jump maken. Alright, are you ready for this? 1, 2, 3, let's go, come on. 1, 2, 3, side jump. 1, 2, 3, side jump. Perfect. Vloeiende bewegingen, vloeiende bewegingen. Hopelijk kun je ook buiten trainen. Open natuur, frisse, verse lucht, massa zuurstof. Ideaal, come on. Perfect, come on. Side to side jump. Boksen, links, rechts, links, rechts. 1, 2, 3 en side jump. 1, 2, 3, side jump. Perfect, goed bezig, come on. 2, 3, side jump, come on. 1, 2, 3, side jump. Alright, eerste beweging zit erop. Nummer 2, 4 keer high knees. 1, 2, 3, 4. En 2 maal schouders naar achter. Ready for this? 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 2 maal die schouders naar achter. 1, 2, 3, 4. Niet naar voren. 2 maal naar voren zwaaien. 1, 2, 3, 4. Achter zwaaien. 1, 2, 3, 4. Naar voren. Perfect. 1, 2, 3, 4. Achter zwaaien. 1, 2, 3, 4. Naar voren. 1, 2, 3, 4. Achter. Perfect. 1, 2, 3, 4. Naar voren. Nog eentje. 1, 2, 3, 4. Naar achter. Dat was de tweede oefening. De derde oefening komt eraan. 2 jumping jacks. 1, 2, kwart draai. 1, 2. 2 jumping jacks. En 1, 2. Andere kant net hetzelfde. Ready for this? Ready, set, let's go. 1, 2, kwart draai, kwart draai. Jumping jack. En terug, kwart draai. En die knie. Jumping jack. Links, kwart draai, kwart draai. Jumping jack. Knie. Knie, jumping jack, andere kant, tik, tik, kom maar, jumping jack, tik, tik, let's go, andere kant, tik, tik, warming up, tik, tik, kom maar, nog even, tik, tik, 1, 2, 3, 4, derde oefening zit er al op, je voelt die hartslag stijgen, krijgt ietsje warmer, dat is de bedoeling, nummer 4, eventjes mobiliteit in het bovenste gedeelte van onze ruggengraat. We gaan als het ware een boogschutterstand aannemen. Doe dat 2 keer en voer een squat uit. Andere kant net hetzelfde. En we zijn vertrokken. Squat. Boogschutter. En squat. Boogschutter. En squat. Perfect. Trek die borstkas open. En een rustig uitgevoerde squat. 15 seconden. Uw tempo, niets forceren. 10 seconden. Goed bezig, kom op. 1, 2. Laatste maal. 1, 2. En die squat. Perfect. Volgende 3 variaties op jumping jack. Ik demonstreer. We gaan als volgt werken. Naar boven, opzij, naar voren. En opnieuw naar boven, opzij, naar voren. Half minuut. 3, 2, 1. Let's go. Boven, opzij, naar voren. Boven, opzij, naar voren. Oh, boven, opzij, naar voren. Boven, concentreer blijven, naar voren. Boven, opzij, naar voren. Kom maar. Boven, opzij, naar voren. Boven, opzij, naar voren. En boven, opzij, naar voren. Nog 2 keer. Boven, opzij, naar voren. Laatste maal. Boven, opzij, naar voren. Goed bezig. Voilà, je kent de 5 oefeningen nu. We gaan die 5 oefeningen herhalen, iets sneller tempo, geen tussenpauze en dan zijn we volledig klaar voor die workout. Are you ready for this? Oké, okay. Eerste oefening was 3 keer boksen, side to side jump. Ready for this? You better be, come on, focus. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, side to side. Come on, side to side. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, lichte side jump. 1, 2, 3, in balans landen. 1, 2, 3, come on. 1, 2, 3. Box, box, box. Box, box, box.
box, come on. Box. 5 seconden. Come on. Alright, box. Alright, 4 high knees. 1, 2, 3, 4. Zwaai die armen naar voren. 1, 2, 3, 4. Zwaai ze naar achter. 1, 2, 3, 4. En naar voren. 1, 2, 3, 4. En naar achter. 1, 2, 3, 4. En naar voren. 1, 2, 3, 4. En naar achter. 1, 2, 3, 4. En naar voren. 2 keer. 1, 2, 3, 4. En naar achter. En 1, 2, 3, 4. En naar voren. Perfect, volgende oefening, jumping jacks. 1, 2, kwartslag draaien. Jumping jack. Kwartslag draaien. Jumping jack. Kick die knie. Jumping jack. Terugkeren. Jumping jack, come on. Knie. Jumping jack. Terugkeren. Knie. Kwartslag. Jumping jack. Draaien links. Knie. Jumping jack. En knie. Volgende oefening. Let's go, boogschutter. Squat. Boogschutter. Squat. Span die boog aan. En squat. Span die boog aan. En squat. Span die boog. Come on. Squat. We zijn er bijna. Je voelt het. Hartslag is aan het stijgen. En we maken ons lichaam klaar voor de grotere inspanning zo dadelijk. Come on. Squat. Nog 2 keer. Squat. En laatste. Squat. Oké, goed. Boven, opzij, naar voren. Boven, opzij, naar voren. Kom maar. Boven, opzij, naar voren. Boven, opzij, naar voren. Boven, opzij, naar voren. Kom maar. Boven, opzij, naar voren. Nog 5 keer. Boven, opzij, naar voren. Boven, opzij, naar voren. Boven, opzij, naar voren. Laatste 2. Boven, opzij, naar voren. Laatste maal. Boven, opzij. Naar voren. Perfect, perfect mensen. Dit is een ideaal warm-up. Dynamisch. Ook een klein beetje mobilisatie in die oefening zelf. Goed bezig. We zijn opgewarmd. We gaan verder naar de workout. Voor de workout heb ik 5 bewegingen vandaag. Elke beweging doen we 1 minuut. En we gaan dat 2 keer doen in die reeks. Op voorhand wil ik zeggen. Er zijn oefeningen bij die iets intensiever zijn. Dat kan. Als dat iets intensief wordt, sla die oefening over. Neem extra rustpauze. Als 1 minuut te lang duurt voor jou, doe het op uw niveau, op uw tempo. 1 minuut, het is geen wedstrijd. Je moet jezelf niet vergelijken met iemand anders. Doe het gewoon weg op uw tempo. Jouw tempo dat jij zelf aan kan. Elke keer ietsje meer. Are you ready for this? Kom maar. Eerste beweging. Ik demonstreer. Op het matje. Wat gaan we dus doen? We doen een push-up. Push-up. Als je geen push-up kan, dan doe je de push-up op de knieën. Zorg ervoor dat je schouders, bekken en knie in één lijn is. En je doet eigenlijk op deze manier een push-up. Wat gaan we daarna doen? We tikken die schouders. 1, 2, 3, 4. Daarna doen we 1, 2. Die rowings. 4 en 1, 2. Oké? Dat is de bedoeling. Goed. Als je de push-up dus niet kan, doe ze op de knieën. Maar wat ik niet wil zien is dit. Dat gaan we niet doen. We gaan er eigenlijk voor zorgen dat ons bekken mooi in lijn ligt met onze schouders. Oké, eerste minuut. Hou je klaar. Eerste beweging. Tussen elke beweging door hebben we 20 tot 30 seconden pauze. Wil je meer pauze? Zet deze video dan op pauze. Geen probleem. Ready? Come on. Set. Let's go. We zijn vertrokken mensen dus. Push-up. Tik die schouders. Links, rechts 2 keer. Rowings. 2 keer links, rechts. En vervolgens plank jacks. 2 maal. En we zijn door. 10 seconden bezig. Dus we zullen dit ongeveer een 6-tal keer doen. Als je het op mijn tempo doet. Maar doe het natuurlijk op je eigen tempo. Rowings. Je schouderbladen goed. Aanspannen. En we doen door. Kom maar. Zet die schouders. 3, 4. Rowings. 2, 3, 4. Plankjacks. 2 stuks. Alright. En we doen door. Zet die schouders. Nog 20 seconden op de klok. Rowings, 1, 2, 3, 4 en plank jacks, 2 stuks. De laatste maal moet lukken, 10 seconden, 3, 4, rowings, 2, 3, 4 en 1, 2. En eventueel nog een push-up, nog eentje en stop. Alright, 1 minuut performance, perfect gedaan.
Volgende oefening, mensen. Ik demonstreer. We hebben ongeveer 30 seconden pauze. We gaan een squat uitvoeren. Squat. We gaan eigenlijk dan op dat moment, als we die squat gedaan hebben, gaan we 90 graden draaien naar de kant. Ik sta dan zo en ik doe een squat jump. Daarna keer ik terug naar de uitgangspositie. Hier doe ik opnieuw gewoon een squat. Daarna draai ik 90 graden de andere kant op. Ik sta in deze positie. Squat jump. Oké, zijn de squat jumps voor u te intensief? Doe je op elke positie gewoon een squat. Goed, heel belangrijk. Squat. Zorg ervoor dat je bijna gaat neerzitten alsof je bijna op je toilet gaat gaan zitten. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus ga diep genoeg. Maar doe ze rustig. Goede kwaliteit. Ready? Set. Let's go. We zijn bezig. Come on. Squat. Squat jump. Squat. Squat jump. Squat. Squat jump. Squat. Squat jump. Squat. 20 seconden bezig. Squat jump. Squat. Goed bezig. Come on. Squat jump. Squat. Come on. Squat jump. Squat. Halfweg. Squat jump. Squat. Draaien. Squat jump. Uitgangspositie squat. 90 graden draaien. Squat jump. Squat. Squat jump. 10 seconden. Squat jump. Squat. Squat jump. En squat. Laatste. Squat jump. En nog een squatje. Stop. Goed zo. Perfect. Tweede oefening zit erop. Goed bezig. Derde oefening komt eraan, mensen. Ik toon het eerst even van de zijkant. We gaan 4 mountain climbers uitvoeren. Goed opspannen zitvlak. 1, 2, 3, 4. Ja, dus je hebt te zien welke oefening dit is. Ik toon het nu in vooraanzicht. Want we gaan een side-to-side jump. Dus 1, 2, 3, 4. Side-to-side. 1, 2, 3, 4. En zo doen we verder. Goed, wordt het iets lastig? Blijf gewoon staan in een plankhouding. Ready? Oké, set. Let's go. Kom maar, we zijn bezig. 1, 2, 3, 4. Side to side. 1, 2, 3, 4. Uw tempo. Come on. Goed bezig. Schitterend. Blijven gaan, blijven gaan. 2, 3, 4. Andere kant. 1, 2, 3, 4. Come on. 1, 2, 3, 4. Andere zijde. 1, 2, halfweg. Kom maar, nog 30 seconden. 1, 2, 3, 4. Eigen tempo. 1, 2, 3, 4. Andere kant. 1, 2, 20 seconden. Hier. Nog een beetje, kom maar. 1, 2, 3, 4. Andere zijde. 1, 2, 3, 4. 10 seconden. Kom maar, huffel. 1, 2, 3, 4. 5 seconden, laatste keer. 1, 2, 3, 4. En stop. Voilà, zijn goed bezig mensen. Schitterend. Vergeet niet tussendoor, neem voldoende te drinken kleine slokjes. Schitterend, gewoon buiten zijn. Zeker in deze tijden. Ga naar buiten, neem je matje, beetje water, train, wandel, loop, fiets, doe een workout. Blijf gezond. Alright. Volgende oefening die daar komt. Wat gaan we nu doen? Front lunge. Ik toon het in zijaanzicht. We doen een front lunge. Keer terug. Single leg high jump. We doen dat 30 seconden met het ene been rechts. Vervolgens wisselen we naar de andere zijde. Are you ready? 1 minute. Ready, set, let's go. We zijn bezig. Front lunge. Single leg. Front lunge. Single leg high jump. Come on. Balans. Als de explosiviteit te veel is voor u, dan doe je gewoon dit. Hup. Gewoon die knie opheffen. Hup. Perfect aan te passen aan iedereen zijn niveau. Goed gebalanceerd, zodat de knie stevig staat. Dat die voet stevig geplant wordt. Oké, andere kant wissel. Come on. Front lunge. Front lunge. Dat moet niet ver zijn, dat mogen maar een half metertje zijn. En de single leg jump. 10 seconden.
Kom maar, we zijn er bijna. 5 seconden. 3 seconden. En stop. Schitterend. Laatste oefening komt eraan, mensen. Laatste oefening. We gaan precies doen. Ik demonstreer even. Ik ga even mijn mat hier leggen. Dus, knee get ups. Wat gaan we dus doen? We gaan eigenlijk gewoon weer plaatsnemen op onze knieën. Zetten eigenlijk één voet, andere voet. We jumpen naar voren. En dan keren we terug hoge knieën. Alright? Dat is de oefening. En dan keren we terug op die knieën. Ready, set, let's go, let's do this. Kom maar, knieën rechtop komen. Jump naar voren. En 4 knieën terug. Terug op die knieën zitten. Rechtop komen. Steamer. Voilà. Perfect. Op die knieën. Niet altijd met dezelfde voet rechtop komen. Ook eens afwisselen. Perfect. Kom maar, goed bezig. Bijna half weg. Steamer. 1, 2, 3, 4. Op die knieën plaatsnemen. Kom maar, we zijn half weg. 1, 2, 3, 4. Op die knieën, eigen tempo. Ik blijf het zeggen, forceer je niet. 1, 2, 3, 4. 20 seconden, minder zelf, kom aan. Houd dit vol. 1, 2, 3, 4. 10 seconden. Kom aan. 1, 2, 3, 4. En nog een keer rechtop komen. En yes. De eerste 5 oefeningen zijn erop. Je kent die 5 oefeningen nu. We doen die oefeningen opnieuw. Is het voor u al voldoende? Geen probleem. En niet meer extra rust. Want je merkt zelf, total body workout. Alle spiergroepen trainen we in 1 workout. Je hebt nog 20 seconden. Adem in, adem in. Nu het kan zonder mondmasker. Verse zuurstof, 10 seconden, kom maar. Eerste oefening, push-up, shoulder tap, rowings en dan die plank jack, alright? We beginnen eraan. Ready, set, we zijn bezig, kom maar. Push-up, tik die schouders, rowings, eigen tempo, kom maar. Tweede reeks, laatste reeks in deze workout. Push-up, tik die schouders. Kom maar. 3, 4, plank jacks. Kom op, we zijn beter. Push up. Tik die schouders. Links, rechts 2 keer. Links, rechts 2 keer. Die elleboog naar achter brengen, naar boven brengen. En die plank jacks. We zijn half weg. Kom maar. Push up. Tik die schouders. 3, 4, rowings. Links, rechts 2 keer. En vervolgens de plank jack. 2 maal. Kom maar. We hebben nog 15 seconden. 3, 4, we kunnen nog eentje uitpersen. Nee, kom maar. We hebben nog 10 seconden. 1, 2, hup. Laatste maal. 1, 2, 3, 4. Waarom niet? We persen het ook even uit. We gaan het halen. Nog 3 seconden. 1, 2, voilà. Mag iets intensiever zijn, maar nogmaals. Jij bepaalt dat. U bepaalt dat. Goed, tweede oefening komt eraan. Wat moesten we dan doen? We hadden die squat naar squat jump 90 graden draaien. Oké? Iedereen in positie, 4 oefeningen nog te gaan. Daarna gaan we over naar die buikspieren. En dan hebben we de cooling down. Het gaat vlug. Ready for this? Ready, set, go, come on. Squat. 90 graden draaien, squat, jump. Hup, squat. 90 degrees, squat, jump. Squat, come on. Squat, jump. Draaien, squat, jump. Come on. Niet opgeven, hè. Volhouden, kom maar. You can do this. Iedereen kan dit. Oefeningen zijn perfect op uw maat uit te voeren. Jij, alleen het tempo ligt altijd anders. Kom maar. Nog 20 seconden, mensen. Zie je hoe vlug het gaat. Motivatie is belangrijk. Ik zorg maar voor die motivatie. Als je soms een motivatie ontbreekt. Of inspiratie. De loof zorgt ervoor. Motivatie, inspiratie. Voilà. Nog 5 seconden. En laatste. Squat. Yes, sir. Voilà. Schitterend. Mountain climbers. Naar side-to-side plank.
Alright, are you ready? Nog 20 seconden. Goed. Iedereen heeft al eens dagen dat je eigenlijk wat minder gemotiveerd bent. Iedereen. Ik niet, maar ik ben een uitzondering op de regel. Nee. Dus, waarom zitten zoeken en zwoegen? Ik kan nu toch niet naar de fitness gaan. Open gewoon deze video, follow along. Zet hem open, een beetje muziek op de achtergrond. Je bent vertrokken. En je doet gewoon de oefeningen die ik je voordraag. Hoe makkelijk kan het zijn? 20 minuten in de shackles. Ready for this? Let's go, we zijn bezig. Come on. 1, 2, 3, 4. Side to side. 1, 2, 3, 4. Come on. Come on, hoe bezig? Drie, vier, ga maar. 20 seconden bezig. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Half weg. Voilà, zeg, kom maar. Zet die tanden erin. Hè. Deze tijd van het jaar nog altijd veel muggen. Ik word geteisterd langs alle kanten door hongerige, bloeddorstige muggen. Nog 15 seconden. 10 seconden. Dit is een bijtertje. Je voelt het in die core. 3, 4, nog 5 seconden. 1, 2, 3, 4. En stop. Yes. Op dit moment 8 van de 10 voltooid. Schitterend bezig toch? Voilà, jou heb ik. Welcome to nature. Goed. Volgende front lunge. To single leg. High knee. We hebben nog 15 seconden als rustpauze. Dus je weet, half metertje, ietsje verder en dan terugkeren. Voilà. Are you ready? Set. We zijn bezig, come on. Front lunge. Front lunge. Single leg high jump. Nogmaals, als die jump niet lukt, single leg high knee. Come on. Voorlaatste oefening. 10 seconden. Voordat we gaan wisselen. Geen valse hoop geven. 3, 2, 1. Andere zijde. Front lunge. Front lunge. Front lunge. 20 seconden. Kom op. 15 seconden. We zijn er bijna. 10 seconden. Front lunge. 5 seconden. Kom aan, pers er nog 2 uit mensen. Nog eentje. En. Oh. Perfect. Klasse. Ferme klasse. Ten slotte hebben we de knee get ups. Ja, jump naar voren. 4 high knees naar achter. We noemen dat de steamer. En opnieuw in die laatste minuut. We hebben nog 20 seconden pauze. Wat we daarna gaan doen is een klein beetje rustpauze nemen. 1 minuutje. Ik had even langer op pauze zetten in de video. Kun je wat langer te rusten nemen. Got you. En we gaan dan over naar de kleine ab session en dan rustig naar de cooling down in deze prachtige omgeving. Goed, return to nature. Are you ready for the steamers? Ready, set, let's go. We zijn bezig, come on. Kom rechtop, jump naar voren, high knees. 2, 3, 4, terug op die knieën. Niet altijd met dezelfde voeten rechtop komen. Jump naar voren, high knees. A steamer. Kom maar, laatste oefening. 1, 2, 3, 4. Kom maar. Keep on smiling. Keep on smiling. 30 seconden, mensen. 30 seconden. Kom maar, laatste 30 seconden van deze core. Van deze workout. Tanden bijten. 15 seconden. Almost there. Kom maar. 2, 3, 4. 10 seconden, kunnen er nog 2 uitpersen. 2, 3, 4, laatste, kom aan. Nog eentje. 1, 2, 3, 4. Ja! You did it! Schitterend. Alright, we nemen een kleine rustfase. Drink iets, mensen, drink iets, kom aan. Ik veeg ondertussen een klein beetje mijn mat af. Voilà.
En we maken ons klaar, we staan ons klaar om zo dadelijk naar de kleine ab session te gaan. Vier reeksen. Twee keer frontaal, twee keer zijdelings, obliques. Neem nog een dertigtal seconden, neem je tijd. De ab session, dus de buikspieren, die gaan we wel doen op mijn tempo. Probeer het. En het aantal herhalingen zijn 10 reps. 10 herhalingen. Dus deze keer niet op tijd. We proberen het. Ik doe het aan een rustig tempo. Als het iets lastig wordt, we moeten naar 10. Je zit bijvoorbeeld aan 6 en je voelt al dat je houding niet goed is. Dat je begint te trekken op je rug. Dat je onderrug begint hol te worden. Dan hou je ermee op. Dan is 6 voldoende voor u. Dan heb je voorlopig die kracht nog niet. We gaan eraan beginnen. Alright, we beginnen met die crunches. 10 stuks. Eerste oefeningenreeks bestaat uit 4 oefeningen. Crunches. Voeten op de grond. Onderrug druk tegen de grond. Kruis die armen boven de borst. En je kijkt loodrecht naar boven en we brengen enkel de schouders van de grond. Ready for this? Come on, let's go. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Volgende oefening, 10 stuks. Blijf in dezelfde positie. We gaan gewoon de bovenkant van onze knieën tikken. Waarbij we dus enkel de schouders van de grond brengen. Ready for this? 3, 2, 1, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1. Volgende oefening, kom rechtop. Plaats eventueel je handen onder je zitvlak. Als dat iets te pijnlijk zou zijn, we gaan de schaarbeweging doen. 10 boven, 10 onder. Ready, set, let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. En tenslotte de laatste. Is gewoon 10 keer flutter kicks. De benen op en neerwaarts bewegen. Links, rechts is 1. Ready, set, go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes, eerste reeks. Buikspieren, rechte lijn zit erop. We gaan nu over naar side planks, variaties. Hou je klaar? Neem even mijn notitieboek hierbij. Hè? Goed, ben ik klaar voor. We gaan eerst beginnen met gewoon single leg. Het is niet echt op buikspieren, maar toch een klein beetje meer eigenlijk op de middelste bilspier. Maar die gaan we er ook in steken. We gaan 10 keer gewoon weg. Terwijl we ons hoofd ondersteunen, hoeft niet, maar mag. Gaan wij die benen naar boven brengen. Ready, set, let's go, come on. 1, 2, 3, 4, 5. Vooral in de neerwaartse beweging zal die zijdelingse buikspier een klein beetje tegenhouden. Maar we beginnen rustig, maar we bouwen het op. 4, 3, 2, 1. Oké. 10 seconden side plank, gewoon 10 seconden houden. Handen in de lucht, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. Volgende oefening, side hip lifts. 10 keer. Gewoon die heupen van beneden naar boven brengen. Ondertussen wordt de kijk gewoon weg overspoeld door muggen die in het najaar niet meer dachten nog te kunnen zich te voeden. Maar blijkbaar hebben ze de prooi geroken. Zijn we klaar voor? We zijn bezig. Kom maar. 10, 9, side hip lifts. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfect. En tenslotte de laatste oefening is 5 keer voor. 5 keer achter, side plank, step touches. Dus we brengen die heupen naar boven en we zijn weg. We gaan naar voren een pasje zetten en erachter. 1, 2, 3, 4, 5. Schitterend. Andere kant gaan we net dezelfde oefeningen doen. Dus ik draai me even de andere richting op. En we doen verder met die side plank variaties. En dan eindigen we opnieuw met de eerste oefeningenreeks. Ready for this? Set, let's go. 10, 9,
8, 7, rust naar beneden, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfect. Side plank 10 seconden, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfect. Hip lifts, 10, 9. Als je tussendoor even rust moet nemen, zet de pauze. Zet even de video pauze of skip een oefening. 5, 4, 3, 2, 1. En dan nog de 5 pasjes. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Perfect. Dan gaan we over naar de buikspier. De rechtlijnige buikspier opnieuw. Neem even de pauze, 20, 30 seconden. Nog 4 oefeningen mensen. Daarna gaan we rustig naar de cooling down. We maken dan ons rustig los, letten op onze ademhaling en je hebt een perfecte workout aan de rug. Degelijke warm-up, dynamische mobilisatie. Een goede workout, 10 oefeningen, 1 minuut op jouw tempo, elke oefening. Buikspiersessie zit erbij en een goede cool-down. Hoe lang? 20 tot 30 minuten. Moest het niet zijn van al mijn gebabbel daartussen. 20 minuten en je kan perfect aan je dag beginnen of op het einde van je dag. No excuses. Ready? Oké, let's go. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, kijk die bovenkant van die knieschijven. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Handen onder zitwak eventueel. Mensen, nog 2 oefeningen. Kom maar, hou dit vol. Schaaroefening. Ready, set, let's go. Scissors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tot de laatste oefening. Op een neerwaartse beweging. Flutter kicks noemen we dat. Zijn we klaar voor? Het zal wel zijn, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect mensen, de inspanning zit erop. We gaan nu rustig over naar een cooling down, korte cooling down, 2 tot 3 minuutjes. Wat gaan we hiervoor doen? We gaan eventjes gewoon op onze mat gaan neerliggen. Hopelijk heb je een matje thuis. Dan kun je dat perfect daarop doen. En we gaan gewoon het volgende doen. We gaan eerst eventjes gewoon naar onze knieën vastnemen. We knuffelen als het ware onze knieën. Neem maar even die knieën vast. Als je dat gedaan hebt, strek je volledig uit. Armen achter jou.